Hé, hey, meisjes, ja, dus ze hebben al een snoepje gehad. Ik zal de sleutels in mijn tasje gaan doen. En jullie gaan even nog aan de lader. Mijn telefoon laat ik ook thuis, die ligt ook aan de lader. Ik heb gelopen, totaal, met de honden erbij. Ik had niet voordat ik wegging, want toen had ik mijn telefoon thuis. Maar nu daarnet heb ik de honden gelijk ook weer uitgelaten. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Een hele, hele goede middag. En wens ik jullie natuurlijk allemaal toe vanaf Corinne en de Beestenboel. Ja, het is vandaag alweer donderdag, de 7e van de 9e, 2023. En we leven alweer om 14:30. Ik ga zo meteen even mijn laatste short ronddelen. Ja, dan heb ik geloof ik even geen shorts meer. Nee, ik heb nog niks gezien waar ik een short van kan maken. Ik kan er niks aan doen. Ja. Maar oké, okay, ja. Ik heb mijn arm net weer even ingezalfd. Dus ja, ik heb een handdoek op mijn schoot voordat het aan mijn kleren komt. Dat wil je niet hebben. Dus ja, en ja, af en toe dan praat Elwing even mee, hè meisje? Hé, hey, Elwing. Ja. En Rijka, ja, die is zo gek als een deur. Die ligt in die palle hete zon, moet zij weten. Maar ja, het is, hoeveel graden? Hitterecord, zegt hij daar op de computer. Daar zegt hij 26 graden. En wat mijn mobiel zegt, weet ik nog niet. Dan gaan we kijken. Die zegt ook nu nog 26 graden, even verversen, blijft 26 graden. Dus ja, dat dus, maar dat komt allemaal wel goed. En ja, ik ga die short zo delen. Ik heb gisteravond niet afgesloten, daarvoor mijn excuus. Ik was te moe. Ik heb ook niet een vlog in elkaar weten te zetten. Ik was daarvoor ook te moe. Ik denk ja, komt tijd, komt raad. En anders hebben we pech. Ja, ik moet wel even naar mezelf denken ook. Want ja, ik moet wel ook weer lopen vanavond, hè. Dus ik probeer nu zometeen ook eventjes een begin te maken om een vlog in elkaar te zetten. Maar of ik die in elkaar krijg voordat ik wegga, dat weet ik ook niet. Nee. Want ik weet niet wat de dag verder gaat brengen. Willy is al boven bezig. En ik ga om een uur of half vier de meisjes uitlaten, want ook dat moet gedaan worden. Ja, maar oké, okay, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon van het overheerlijke weer en geniet een beetje mee. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, het is de tijd om de meisjes uit te gaan laten. Ik heb de gordel al om, want het is op die, ja, die is achter 2 minuten. Het is 15:54, dus ja, hoogste tijd om ze uit te gaan laten. Want eerder ik weer thuis ben, is het weer later. Ja. Hé, hey, meisjes, ja, dus ze hebben al een snoepje gehad. Ik zal de sleutels in mijn tasje gaan doen. En jullie gaan even nog aan de lader. Mijn telefoon laat ik ook thuis, die ligt ook aan de lader. Dus ik kan hem nou niet op de wandel-app zetten, maar dat komt straks wel weer. En ik zou zeggen, hou gewoon vol goede moed en geniet een beetje mee. Maar hou je boel, je huisje, lekker dicht gesloten, want anders is het te warm. Ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Zo, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, en ik ben back af. Ja, ik heb gelopen, totaal, met de honden erbij. Ik had niet, voordat ik wegging, want toen had ik mijn telefoon thuis. Maar nu daarnet heb ik de honden gelijk ook weer uitgelaten. 3,22 kilometer gelopen. Ja, nou, je wilt nu weten. Ik heb pijn aan mijn benen. Ze zijn helemaal een beetje verzuurd. Laten we dat even, dames. Dus ja, back off. Ik moet nog vlog in elkaar zetten. Ik ga eerst even lekker bijkomen met een bakje koffie en GTS thee.
Ja, en dan zien we wel weer. Ja. En ik moet de kan wel even naar buiten laten, want die wil eruit. Ja, en het is nou lekker weer voor hem. Het is wat koeler. Al met al is het nog, geloof ik, 24 graden. Ik weet het eigenlijk niet. De computer zegt 28, daar 24. Wat mijn telefoon zegt, weet ik niet. Ook 24. Ik zal even kijken. 23. Zal ik ook op de computer kijken? Die geeft 28 aan. En die gaat naar 22. Die gaat net naar 22. Dus ja, zeg maar 23, 22 graden. Oh, je wilt het niet weten. Oh. Maar in ieder geval, het is dus nog warm. Ja. Maar ik ga even mijn kereltje buiten laten en een koffie maken en een broodje maken. En onder het genot daarvan ga ik goede tijden, slechte tijden terugkijken. Ja, kijk hoe dat vanavond weer was. Er zijn steeds meer en meer mensen die wakker zijn aan het worden. Want een heleboel die willen niks geven, want ze willen cash betalen. Nou, dat gaat dan helemaal niet. Dus je loopt eigenlijk wel, ja, heel veel voor Jan Likmevisje. Ja, helaas, pindakaas. Ja, je bent een schatje. Oh, wat zijn jullie lief. Hé, zijn jullie zo lief. Ja, hé. Grote meid, rijke buiten. Ja. Maar oké, ik ga kandelvie lekkertjes eventjes... naar buiten laten, want die gaat niet door de tuindeur. Nee. Ja, vrouwtje komt zo'n kerel. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet een beetje met mij mee. Tot later. Zo, lieve vrienden, er is weer een einde gekomen aan deze dag, aan de donderdag. Ja, zeker te weten. Want wij gaan zo lekker slapen, dus ik zou zeggen, lieve vrienden. Ik hoop dat jullie een fijne dag hebben gehad en hebben genoten van deze prachtige van overgrote dag. Het was weer heerlijk. Het was wel echt warm. Maar ik ben blij dat het niet regent. En wat dan ook voor rot weer is. Met als er collectantes over straat moeten. Ja, dat is dan niet fijn hoor. Nee, echt niet. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard morgen weer gezond uit je bed zien te komen. Dat gaan wij ook weer proberen. En jullie weten het allemaal. God houdt over ons allemaal gewoon de wacht. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan.